Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel waard. En vandaag ga ik waarschijnlijk verhuizen. Rune die is natuurlijk al in zijn dingetje hier ingetrokken. Zo een huistour doen, Rune. Rune, jij mag een huistour doen. Kom binnen en ja, je moet oppassen als je een skeleton bent, want ja. Ja, oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hondjes. Very nice. En een creeper moet ook oppassen, want er is hier ook een kat. A pussy. En als je je nog de raid herinnert, ja, ik heb de vlag van die commander hier bijgehouden. Ja, very dan nice. Dit heb ik uit een village heb gestolen. Ik heb de cacaobonen. De cacaobonen heb ik hier ja, in de muur verwerkt. Een paar kisten. Very nice. Mijn papegaai. Een paar tools. Ja, een paar dingetjes. Ja, ja. Dan hier beneden. Ow. Geen paniek. De val is uitgeschakeld. Heb ik hier een klein vormpie voor tarwes. Hier groeien potatoes. Geen paniek. Ik heb alles weggehaald. En dan steek ik hier al mijn oors in. Echt gewoon. Hé, hey, ik zie wat ik die emerald heb gepakt, hoor. Sorry. Ik ben mooi terug. Oké, voor te beginnen, het eerste wat ik in deze aflevering ga doen met Rune, natuurlijk. Rune gaat me toch een beetje helpen. Hè. Ja, ja. Het eerste wat ik ga doen is de steentjes leggen, zodat we een klein beetje kunnen zien hoe ver het domein gaat komen. Het is natuurlijk nog een beetje breder dan de steentjes. Maar ja, dat komt allemaal nog wel. Hier is het een beetje anders dan in het plan, zeg maar. Dus daarom moeten we hier een beetje oppassen met hoe we de steentjes gaan leggen. Maar voor de rest gaan we nu half slab steentjes leggen. En dan gaan we denk ik ook al beginnen aan de mijn hier. Want onder de grond gaat natuurlijk ook heel veel gebeuren. Want ja, boven de grond heb ik niet alles voorzien natuurlijk. Maar wij gaan dan nu steentjes leggen. Wens ons succes. Oké, we zijn weer terug en ik heb de omranding gedaan met polished and the side slab. Wajo, Nederlands. Dat is moeilijk. Het is niet eens Nederlands, het is Engels. Maar daar is het natuurlijk allemaal nog een raar verhaal, omdat dat nog omhoog moet. Dat ga ik niet deze aflevering doen, dat ga ik gewoon laten zoals het is, dat stukje. Ik ga mij nu focussen op dit hier. Ga ik alles cobblestone leggen wat cobblestone moet. En alle andere dingen leggen wat alle andere dingen moet. En dan ga ik daar mijn mijntje ook maken. Dus ik ga nu de cobblestone leggen waar dat het moet. En eerst slapen. Ja, dan ga ik zien. Ja, eerst slapen. Steer op een boom, zodat ik een beetje beter overzicht heb. Maar het is wel moeilijk om naar beneden te komen. Heb ik trouwens... Ja, ik denk dat ik het uiterlijk al innerlijk heb al laten zien. Ik heb net twee Endermen boos op mij laten worden, want ik heb Enderpearls nodig. Ja, je gaat niet slapen. Wanneer de boze... Ja, zometeen. Oké. Kijk, die Endermen kunnen net niet hieronder, omdat hier net 2,5 is, dus dat is pro-designing. Mm-hmm, dat is hoe dat je een huis moet designen, mensen. Waar is die andere Enderman nu? Ik denk dat die niet boos is geworden op mij. Ik heb wel weer een Enderpearl, dus dat kan heel handig worden. Die ga ik dan bij de andere... Ik heb er normaal ergens nog één, maar ik weet niet precies waar. Oké, hier. Zo. Wacht, slapen is ook boven te doen. Zo. Oh, bed is too far away. Oké, ja. Zo. Oké, ik doe ook een bedje. Dan ga ik nu met Rune de cobblestone afmaken. Ik heb hier ergens nog wel genoeg cobblestone. En Ja, in mijn chest. Dus dan gaan wij de cobblestone afmaken en dan zie ik jullie dan weer. Yes. Oké, we zijn weer terug en alles is gelegd. We hebben hier helemaal mooie steentjes. En we hebben hier hele mooie steentjes. En we hebben hier hele mooie steentjes. Hier is het patroon. Het patroon is een klein beetje anders, omdat het natuurlijk weer kleiner is. Maar dat hebben jullie mij al horen zeggen. Dus we gaan nu hier een mijntje bouwen. Het probleem is... Ik vind dat we eerst één ding moeten doen. We moeten bewijzen dat dit echt survival is, dat het niet is gecheat.
Oké. We bewijzen dat dit echt survival is. Dus, normaal als je ooit creative mode hebt aangezet, dan gaat vanzelf bij de setting staan, dat hier een beetje onder, dat de cheats zijn geactiveerd. Maar volgens mij kan je dat uitzetten. Dus dat is geen echt ding. Voor te beginnen, ja, hier staat natuurlijk ook survival default game mode. Dan als ik hier op druk, dan staat hier tussen deze twee, hier linksonder, staat geen command ding. Dus als je cheats ooit hebt aangezet, dan kan je daar een command invullen. En dan staat daar zo'n command vakje. Maar dat staat er niet. Dus geen cheats, nooit cheats aangestaan. Maar als laatste zekerheid hebben we ook dat hier van boven world name, zou staan. Je kan hier geen trofee verdienen of zoiets in die aard. En dat is als je ooit cheats hebt aangezet, ooit creative hebt aangezet, dan kan je dus geen trofee meer verbinden en dan staat dat hier van boven in het beeld. Dat staat er niet. Dus we zijn nu vrij zeker dat dit toch wel. Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Dat dit Perry, kijk, fair Perry is. zegt het ook. Perry Fucking zegt het Perry, ook. hou je. Oké, hij begrijpt het, denk ik. Oké, laten we. Goffe god! Oké, Nee, wacht, niet weggaan, anders ga ik er niet uit. ja, dat is waar. Maar. Ja, oké, wacht. Ik ga direct al stairs maken. Dan kunnen we er sowieso uit. That's my brother Oké, doing. zo. Dan ga ik hier naar beneden. Dan ga ik gewoon zo 4 stairs maken voor mij te beginnen. Auw. Heb jij me geslagen? Ik heb er niet geslagen. Zo, en dan zet ik het zo met niet alles ingevuld, zodat we ook nog, als we hier verder gaan, hier kunnen we niet meer open, maar dan kunnen we zo en dan kunnen we zo. Oké, dus laten we verder mijnen. Oké, dit is wel heel saai voor de video, dus ik denk dat we dit gaan knippen tot we in een bepaalde hoogte zijn. Dus ja, tot. Tot. 50, tot F50. Dan zien we jullie weer. Goodbye. Nou, Oké, we zijn weer terug en we zijn nu hier op F50. En dit is zeg maar een middenplaats waar dat 3 gangen naar gaan weggaan. Dit wordt sowieso de mijngang. Deze blijft doorgaan tot E12. En daar gaan we ongeveer hetzelfde hebben als in de oude basis. En deze gaan naar beneden en dan terugkrollen, zeg maar, in die richting, allebei. En dan ga ik daar zo ba een basis maken. Hier bijvoorbeeld de Enchantment Room. En hier bijvoorbeeld de Nether Room of zo. En dan kan ik zo, heb ik vanaf hier een middenpunt waar dat ik naar alle richtingen kan gaan. En ja, het is een plaats van 7 op 7. Waarom? Is het rechthoekig, maar ziet het er gewoon niet rechthoekig uit? Ik weet niet, dit ziet er Ja, zo. door dat hier, door deze. Zo'n Ja. illusie. Zorg voor een vreemde Ja, ik weet niet. illusie. Het ziet er inderdaad een beetje raar uit. Maar het is 7 op 7. En laten we nu dan allemaal trappetjes hier maken. Want ja, dit kost gewoon heel veel hunger. En ja, het is gewoon een beetje kut Ik eigenlijk. ben nu al anderhalf verloren. Ja. Het is ook weer lekker licht hier. Hè. En dit gras wil maar niet groeien. Hè. Oh, Ruina! Het eerste blokje gras is gegroeid. Ja! Finally. Als je dit weggraaft, dan. Oh, dan. Oh. Zeker. Oké, wij gaan nu eventjes allemaal trappetjes maken en dit een beetje aangenamer maken. Dus daar gaan we nu mee bezig. En dan daarna gaan we denk ik wel echt Trappetjes. gewoon mijn basis gewoon verhuizen. Dan gaan we gewoon, ja.
Ah, Dus trouwens, wacht. ja, ik zie jullie dan als we trappetjes hebben. Oké, we zijn weer terug. En ja, Rune steekt weer een zwaard in zijn hoofd. We hebben de trappetjes hier geplaatst. En we hebben afgelopen nacht ook een hele adventure gedaan om een creeper te laten chargen. We zijn daar op de berg gegaan. We hebben een creeper daarop gekregen. Maar toen begon en stopte het met regenen. Ja, oké, heel spijtig. Nu gaan we naar het oude huis voor te verhuizen. Gaan we al mijn spulletjes in dit nieuwe huisje plaatsen. En gaan we een laatste dag zeggen aan het oude huisje. Ondertussen is er hier ook al best veel gras beginnen groeien. Dus dat is zeer goed. En ja, we zien jullie als we weer bijna daar zijn. Ik ga wel even een paar emeralds meepakken voor de village. Ja. Ja, het is een hele verre reis naar daar. Ja, op zich het valt mee. Het is maar een paar honderd blokken, maar ja. Ja, oké. We zien jullie als we daar bijna zijn. Ja. Oké, de eerste inventory is klaar om naar het huis gebracht te worden. Dit is letterlijk al mijn oak, heel veel oak. En daarmee ga ik nu naar het nieuwe huisje. Rune is ondertussen een villager aan het vangen met een boot. Want we zijn erachter gekomen dat vrij weinig villagers het overleven. Dus gaan we alle villagers die we zien, gaan we gewoon vangen en meenemen. Omdat we bij mijn huisje natuurlijk ook een villager plaats gaan hebben. Waar dat we allemaal villagers hebben. Voor allemaal te kunnen traden. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel minstens twee villagers nodig. Dus Dat gaat niet. ja, Goed. nu hebben we alleszins al één villager gevangen. En ja. Ja, die moeten we er nu nog wel krijgen, hè? Ja, dat gaat lastiger worden, inderdaad. Misschien kunnen we ook een minecart gebruiken, dat weet ik niet van buiten. Ja, moet je ook nog wel die rails hebben, hè? Ja. Maar we zien elkaar dan weer wanneer ik met deze lading bij het nieuwe huis ben. Dus ja, tot dan. Oké, ik ben terug met de eerste lading en ik heb ook deze villager helemaal van daar naar hier met de boot vervoerd. Ruin heeft mij na daar natuurlijk heel goed bij geholpen, maar hij moest net stoppen. Dus we gaan verder alleen in deze missie. Villager. Het is een weaponsmith met best goede trades. Dus deze moeten we zeker houden. Hier komt natuurlijk de villager plaats met een huisje voor de villagers. En hij wordt een van de eerste. Hij wordt de eerste villager. Hopelijk despawnt hij hier niet. Maar ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus ja, hij zit daar goed. Ik ben dan natuurlijk met al mijn hout hier. Dus ga ik deze chest helemaal opvullen. Ik denk dat ik vrij snel uit plaats ga geraken. Dus een van de eerste dingen dat ik ook ga plaatsen is de chestkamer. Maar dat is daar omhoog gerezen. Dat gaat nog moeilijk worden. Ik ga deze twee blokken ga ik eventjes hierin steken. En dan ga ik, als ik dit heb weggestoken, dit en dit, en dat ga ik daar ook doen. Dan ga ik hier nog zo. En dan ga ik nu voor de volgende lading terug. Mijn villager is nog niet gedespawned. Peter, hij doet dat ook nooit. Als deze man despawnt, ga ik echt pist worden. Oké, weer een hele inventory en twee papegaaitjes mee. Mijn derde papegaai is helaas een tijdje geleden gestorven. Oh, witch. Oké, krijg ik iets van u? Nee, oké. Mijn derde papegaai is, allez, eigenlijk mijn eerste papegaai is een tijdje geleden gestorven. Dat was Perroquet natuurlijk. Maar die is een tijdje geleden gestorven. Ik weet niet meer waardoor eigenlijk. Ah ja, door die prikkelbosjes. Ja, dat vond hij blijkbaar niet zo leuk. Maar die is dus een tijdje geleden gestorven. En ja,
Daarom heb ik er dus nog maar twee. Ja, de namen zie je in die ene video. Ja, ik ga hiermee met deze inventory terug naar het huisje. Dus ik zie jullie daar weer. Oké, de tweede inventory is er. En ja, misschien is het niet allemaal de nuttigste dingen dat ik meeneem, maar ja, uiteindelijk ga ik waarschijnlijk een groot deel toch weggooien of ergens in een chest steken om hem nooit meer te zien. En ja, misschien had ik hem beter gewoon, had ik een paar spullen beter gewoon thuis gelaten, maar ja, it is what it is, hè. Ja, daar kan ik niet veel meer aan doen. Oh ja, oké, dat mag daar wel. Oké, ik ga nu zo meteen terug naar de basis voor de derde ronde. Yay. Oké, ronde 3. En ik heb dit allemaal mee. Heel veel bogen. Die ik eigenlijk allemaal eens samen zou moeten nemen voor één best sterke bogen dan. En allemaal spullen, best speciale spullen die ik heb gekregen op speciale momenten. Die vis is mijn trippen. En die ga ik nu ook helemaal even allemaal wegbrengen. Nadat ik deze heb doodgemaakt. Waarom kan ik hem niet raken? Dank u wel. Oeh, pijl heb ik ook even meegepakt. Oké, ja, ik zie jullie wanneer ik terug bij de nieuwe basis ben. Dit wordt weer een leuk trippie. Ik ben weer terug met deze inventory. En mijn vogeltjes zijn natuurlijk hier gebleven. Dus dan ga ik dit weer even verspreiden. Oké, nee, dat wil ik wel houden eigenlijk. Verspreiden, maar waar kan ik dat allemaal doen? Oké, hier. Ik ga dan dit allemaal even verspreiden. En ja, eigenlijk kan ik dit allemaal wel hier doen. Later zal ik dit allemaal in mooie aparte chests doen. Maar ja, voor nu zit het hier. En dan gaan we weer terug voor ronde 4. Yay. Oké, weer een goede volle inventory. Vol met. Oeh, Iron Boots. Vol met. Ja. Allemaal armor. Ik heb hier nog een hele goede broek en een best goede helmet. Dus ja. Oei oei. Creeper. Ik wil geen creeper. Dus hiermee ga ik dan terug naar de nieuwe basis. Hey, ik had echt sneller moeten verhuizen. Want nu moet ik echt heel veel verhuizen. Maar oké. Op naar daar. Yay. Oké, dit is een stukje waarbij ik geen geluid heb voor een of andere reden. Waarschijnlijk had ik mijn microfoon uit, maar waarschijnlijk zeg ik hier zo van, hey, hier ben ik weer met ronde 4 of 5 of zo. En ja, ik steek hier allemaal in chests. Hier komt later de chest room, dus zet ik daar al allemaal chests, zodat mijn chests in de ruimte niet vullen. Maar nu ga ik weer terug naar het huisje. Ik weet niet, ik heb geen idee wat ik heb gedaan met mijn microfoon. Maar hier had ik een villager gevangen, als tweede villager. Maar dat was heel moeilijk om die te krijgen, omdat deze al een village had, zeg maar. En die wou heel graag daar terug naartoe. En ja, ik was hier dan helemaal bezig. Ik had een heel nieuw stuk village gevonden. Aan de andere kant van de berg. Dat is eigenlijk hetzelfde village als wij altijd bij zijn. Maar aan de andere kant van de berg. En hier leven wel nog villagers. Dus ik was er heel blij mee. Maar die ene villager die ik heb meegenomen. Die deed dus heel moeilijk. En ik weet niet waarom deze clip zo lang duurt, maar ja, ben denk ik een beetje aan het uitleggen van waar dat deze dingen zit en hoe dat ik dit heb gevonden. Ja, ik was dit nu toen ook nog aan het verkennen, denk ik. Ja, inderdaad. Dus ik ga nu een klein beetje kijken hierboven. Hier is de Iron Golem.
En ja, daar is nog een huisje daarboven. Wel, dit is volledig niet gezien. Er was een klein stukje weg hier naar boven, maar dat hadden we dus niet gezien. Hier is nog een chest met een beetje brood en een paar iron pickaxes. Altijd handig natuurlijk. En een upgrade gear ding, dat ga ik meenemen voor later voor de Nether. Oké, dat ga ik niet meenemen voor later voor de Netherite. Dat kan ook, weet je. Hier heb ik nog een huisje dat ik vrij raar vind dat ik dat niet eerder had zien staan. Maar dus ja, ik leg hier helemaal uit waarschijnlijk van wauw. Kijk, dit is dus het andere dorpje, alleen het andere stukje dorp, want ja, het is hetzelfde dorp. Eigenlijk dezelfde village, maar ja, dit hadden we eerder dus niet gezien, dus ja, very nice. En in de volgende clip, die nu binnen 3, 2, 1 hier is, zie ik van kijk mijn inventory en ik ga nu terug naar het huisje, terug naar het huisje, alleen naar de nieuwe basis. Ik kom van het huisje. Dit is een van de laatste run. Dit is de laatste run van deze video. Maar in deze run ga ik dus ook de villager meenemen. Maar dat gaan jullie natuurlijk niet zien. Want binnen 3, 2, 1. Nu is de villager Ik ben dus kapot. hier aangekomen en ja, ik kwam daar. Ik was letterlijk hier net op de berg. En toen is de andere villager gestorven door een skeleton die hem in zijn hoofd heeft geschoten. Dus ja, dat plan heeft niet gewerkt. Deze villager is er wel nog altijd. Maar ik ga nu dit allemaal in de chest doen. En dan ga ik deze video hierbij afsluiten. In volgende video ga ik verder verhuizen en ga ik ook afscheid nemen van van de oude basis. En ga ik voor deze villager een huis bouwen voor ook villagers te breeden. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het persoonlijk wel leuk. Dit was de eerste video dat eigenlijk niet meedeed aan de reeks van een video met rune en een video zonder rune. Want het begin was met rune, het einde was zonder rune. Maar dat was ook bij de vorige video. Dus ja, het is een beetje raar de laatste tijd. Maar ja. Ja, nog altijd vrij vaak een video. Dus ja, wees blij, mormels. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, tot de volgende keer.